Beste kijker en luisteraar, welkom bij het journaal van de Nationale Assemblée, waarin we u een samenvatting brengen van de openbare vergadering van donderdag 23 juni 2016. Aan de orde is de bespreking van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018, van crisisbeheersing naar transformatie van de economie. In de eerste ronde voor het parlement is het commissielid Karel Breeveld onder andere ingegaan op de wijze van totstandkoming van de IMF-deal en de transformatie van het overheidsapparaat. Voorzitter, de wijze waarop de overeenkomst met IMF tot stand gekomen is, had volgens de DOE-fractie beter kunnen zijn voorbereid. De Nationale Assemblée als vertegenwoordiging van het volk had daarin een prominentere rol kunnen vervullen. Wanneer je als instituut achteraf met een reeds beklonken overeenkomst wordt geconfronteerd, is de kans op verbetering minimaal. DOE heeft altijd gepleit voor overleg, doorpraten, samen naar oplossingen zoeken, alle deskundigheid betrekken. Alleen zo zal het beste resultaat bereikt worden. Niet alleen, maar is er ook sprake van een optimaal draagvlak. En wat is het draagvlak nodig om daadwerkelijk te komen tot wat je wil bereiken? De transformatie van het overheidsapparaat als aanvulling op het productieprogramma, daar zien we graag ook veel meer duidelijkheid hierin. We mogen dit niet voor ons blijven uitschuiven, de transformatie van het overheidsapparaat. Tijdens de besprekingen, ook met de commissie die zich bezig heeft gehouden, onder andere met dit plan, is dat ook nog eens benadrukt. We kunnen zeggen, ja, IMF gaat voorbij aan, gelukkig zeggen we dan, voorbij aan het overheidsapparaat. Er is niet geëist dat wordt aangepakt, gerationaliseerd. Maar ik denk dat die benadering geen goede benadering is. Ik denk dat we als Suriname aan onszelf verplicht zijn om eerlijk te kijken naar het apparaat en eerlijk te kijken hoe we dit gaan aanpakken. Ik doe hierbij een oproep dat we met vereende krachten deze zaak benaderen op een eerlijke, degelijke wijze. Buiten de commissie van rapporteurs zijn nog enkele parlementariërs ingegaan op het stabilisatie- en herstelplan. Er zijn onder andere vragen gesteld over hoe de regering het plan en de maatregelen zal uitvoeren, de koersontwikkeling, wat de compenserende maatregelen zullen zijn en hoe de schuldenpositie van het land eruit ziet. Voorzitter, met betrekking tot de behandeling van het plan in het parlement vandaag, afgelopen dagen en de komende dagen misschien nog, kan gesteld worden dat we dit plan slechts goed en samenhangend kunnen bespreken, voorzitter, als het plan ook samen gelezen en besproken wordt met de intentieverklaring en de standby agreement met het IMF. Mijn eerste vraag aan de regering en de DNA is ook wat de status van dit plan is, want ik hoor tijdens overleg dat het parlement afstevend naar goedkeuring van het plan, terwijl het plan zelf aangeeft dat het een discussiestuk is. De vraag is, wanneer is het geformaliseerd? Wanneer is men ready om het goed te keuren? Want er zijn nog discussies gaande. Er zijn bijdragen die geleverd zijn vanuit andere organisaties. Ik wil van de regering weten, wanneer is dit plan gefinaliseerd? Of wordt het slechts gefinaliseerd met de discussie in het parlement? Tweede is, voorzitter, wat de status is van de standby agreement, want dit document is goedgekeurd door de board van IMF op 27 mei en wordt als een aanvullend document behandeld tijdens dit plan. De vraag is hoeveel ruimte is er om aanpassing in dat document te plegen, want dat document is eerst door de regering aangeboden aan het IMF, daar besproken bij IMF, goedgekeurd door de board van IMF en dan gebracht naar het parlement. Dus mijn vraag is, hoeveel ruimte is er nog om daar aanvullingen te plegen? Voorzitter, we hebben begrepen via de media dat vanuit IMF de eerste tranche is gepleegd naar Suriname, naar de Centrale Bank van 81 miljoen. Kunnen van de regering horen wat de concrete bestemming is? Kan er overzicht gegeven worden wat er met die 81 miljoen is gebeurd? We kijken naar uit. En hoe die besteding daarvan is geweest, of is het ergens geparkeerd? We horen dat graag. Voorzitter, met betrekking tot de crisis.
Zolang wij de ware oorzaken en factoren die bijgedragen hebben tot deze crisis niet voldoende geïdentificeerd hebben en ook geëlimineerd hebben, kunnen we niet spreken dat dit plan, wat nu behandeld wordt, goed zal werken, voorzitter. We zijn geen armen, we zijn de echte armen, voorzitter. En als je met deskundigen praat, die een beetje kennis hebben van die financiële situatie en de economie, dan zegt men, als men kijkt naar de maatregelen die nog getroffen moeten worden, zijn we nog niet eens bij de helft van de maatregelen. En de vraag is, wat zal er uiteindelijk van het land en het volk van Suriname zijn overgebleven als we dit plan, al die maatregelen ook gaan uitvoeren, voorzitter. Daarom is het goed, voorzitter, een paar sprekers hebben dat al aangegeven, om goed de armoedegrens te gaan uitrekenen en dat als baseline te gebruiken. We moeten uitkijken dat we straks niet in een schuldencrisis en schuldencyclus terecht zullen komen, voorzitter. Waarbij je geld hier moet lenen om daar af te lossen en weer hier moet lenen om hier af te lossen. Laten we dat overzicht krijgen van de regering. Hoe de schuldensituatie eruit ziet. Niet alleen van de regering, maar ook van die parastatale instellingen. Zoals de regering stelt in paragraaf 1.1 onder B, kampt onze economie met grote chronische obstakels. Dit plan moet de grootste obstakels wegwerken, voorzitter. Ik kom iets later hierop terug. In paragraaf 1.2 wordt er gesproken over twee realiteiten van het moment. En de kern van de realiteiten is dat de regering eigenlijk stelt dat we inderdaad op de grote voet leven. Men stelt dan dat het veranderen van dit patroon tijd en inspanning gaat kosten. Wat zal de inspanning precies moeten betekenen? En hoe zal de regering dit precies doen, voorzitter? Omdat, als ik de zaak letterlijk moet vertalen, betekent het, als de regering inderdaad de conclusie trekt, zoals ik, dat we op de grote voet, en de tabellen zijn daar waar is aangegeven, hoeveel we per hoofd exporteren, hoeveel we importeren, dan zien we dat we per hoofd meer importeren dan we exporteren. En dat is dus een ongezonde zaak. De tabellen zijn daar. Als we dus concluderen, we leven op de grote voet en we dus terug moeten naar een reële manier van leven, dus op basis van de voorzieningen, voorzitter, die er zijn, dan betekent dat we inderdaad moeten doen met minder. In plaats van 10 verschillende soorten pindakaas op de rek, misschien 2, misschien alleen wippie. In plaats van 10 verschillende soorten sardine, misschien 2. En inderdaad ben ik eens dat inspanning kost. Want mensen, ik heb u gezegd in het begin, mensen bezuinigen niet uit zichzelf. Veelal worden we door situaties gedwongen om te bezuinigen. Dus wanneer mensen horen, ik ga minder keuzemogelijkheden hebben, beginnen mensen zich geïrriteerd te voelen, mensen beginnen boos te worden. Dus de vraag is, hoe zal de regering inderdaad dat traject inzetten om ons bewust te maken dat omdraai anu parboto, voorzitter. Is het de bedoeling dat er nu reeds bij deze bespreking consensus wordt bereikt? Verwacht de regering dat? En hoe haalbaar is dat? Is er gesproken met politieke partijen? Hoe ver is dit haalbaar? Wil men dit nu reeds bereiken? Of geeft men het aan als een soort van trigger om alvast erover te beginnen na te denken? Voorzitter, ik ben wel eens dat we uiteindelijk als land wel een aantal nationale strategische doelen met elkaar moeten formuleren, waar alle politieke partijen, alle groepen, sociale groepen erachter kunnen staan en die regeringsoverstijgend zijn. Ten slotte twee punten over de chronische obstakels waarover in paragraaf 1.1 wordt gesproken. Voorzitter, het is een nationaal geaccepteerd gegeven dat ons ambtenarenapparaat tollig is. Lid Breveld is heel uitgebreid daarop ingegaan. Op vele vlakken, voorzitter, is het apparaat inefficiënt en ineffectief. Het apparaat van ons slokt zoveel geld op dat er nauwelijks middelen overblijven voor beleid.
Vanwege politieke overwegingen heeft geen enkele regering tot nu toe gedurfd om het mes echt erin te zetten. Integendeel hebben op eenvolgende regeringen meer mensen in dienst genomen. We weten dat er een gebrek is aan hoger kader. Toch worden overwegend lager gescholden of in sommige gevallen niet gescholden, en dat bedoel ik formeel gescholden, in dienst genomen. Ik wil graag weten hoe de regering sanering, herstructurering, rationalisatie, hoe je het wil noemen, van het ambtenarenapparaat, en dat betreft ook DNA-leden die deel en onderdeel zijn van dat apparaat, ter hand zal nemen. Nu onze min niet meer de waarde heeft van wat zich eigenlijk waard moet zijn, nu de koersen omhoog gaan en de prijzen gaan samen met de koersen omhoog, dat niet alleen basisgoederen niet meer te betalen zijn, dat medicijnen niet meer te verkrijgen of te betalen zijn, de schulden voor hen niet meer kunnen worden afgelost. Kunt u zich voorstellen, als je geen werk hebt, op de een of de andere dag word je ontslagen, buiten je schuld om, buiten de schuld om van je werkgever, omdat zij failliet zijn voor hem. Hoe ga je kinderen eten geven? Hoe ga je kinderen naar de dokter brengen als ze ziek zijn? Voorzitter, om dat te voorkomen is de visie van mijn partij, voorzitter, rust te brengen in de debiteuren en crediteuren sector, zoals de regering adempauze vraagt voor tenminste 1 jaar. Vraag ik ook als volksvertegenwoordiger aan de regering om het volk adempauze te geven om tenminste 1 jaar niet te betalen, casico op te schorten, totdat de economie zich herstelt in 2017, zoals de regering heeft voorspeld. Voorzitter, een garantiefonds opstellen waarbij de crediteuren en de debiteuren een beroep kunnen doen als er zich calamiteiten voldoen. Voorzitter, het is van belang dat we een duidelijke strategie dienen te ontwikkelen hoe we de komende 2 jaren samen kunnen overbruggen om zodoende onze productiecapaciteit te vergroten. Ik mis daarom een duidelijke tijdslijn waarbij bijvoorbeeld binnen 6 of 12 maanden targets moeten zijn gehaald en welke methodes of strategieën zijn toegepast. Daarnaast moeten we eindelijk eens gaan beseffen dat de plannen die we uitsmeren over in dit geval 2 jaar geëvalueerd dienen te worden. Hoe zal dus de monitoring plaatsvinden en hoe kunnen we daar verbetering in brengen? Ik stel daarom voor dat voor de transparantie het goed zal zijn om de projectactiviteiten via onze website beschikbaar te stellen en deze desnoods via metertjes de voortgang delen. Hierdoor kan de samenleving het volgen, maar het dwingt ons meteen scherp te zijn en aan de bel te trekken indien we wel of niet on schedule zijn. Verder, voorzitter, zijn er een heleboel gezinnen die geen eens 2000 SRD per maand verdienen. Anderen niet eens 1000. Vandaag is dat nauwelijks $150. Niet genoeg om vandaag de dag daarmee rond te komen. Dan kunnen we stellen dat velen maar een bijbaan moeten nemen, maar we weten ook dat die niet voor het oprapen liggen. Voorzitter, die financiële gap die is ontstaan in het huishouden van vele gezinnen moet gedicht zien te worden. En daarom mis ik een duidelijker plan van aanpak hoe deze groep op te vangen. Wat betreft de overige compenserende maatregelen, voorzitter, zijn die nog niet duidelijk omschreven in het plan. Zo zien we bijvoorbeeld niet welke groepen gecompenseerd zullen worden voor de hoge huren en ook niet hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. Voorzitter, ten aanzien van de kwestie van huurhuizen. Dat probleem moet heel snel worden opgelost. Omdat gezinnen nu worden ontwrikt. Wat wij missen is een integraal plan om de overheid te versterken en efficiënter te maken op basis van een the right man or woman
on the right place beleid. Mijn politieke organisatie ABOP is nog steeds niet overtuigd van de noodzaak voor de regering om de samenwerking aan te gaan met het IMF. Wij zijn het wel eens dat de oorzaken voor de huidige crisis een veelvoud aan factoren zijn waaronder de ingestorte prijzen op de wereldmarkt voor grondstoffen als gevolg van de wereldwijde crisis. Maar ook, en we onderstrepen dat, overbesteding door de Surinaamse overheid. Aan de andere kant zien wij ook positieve elementen in het herstelprogramma van de regering. Waaronder een aantal zaken waar wij al jaren voor pleiten, zoals het conditioneel kennistransferprogramma, versterking van ondernemers, meer banen in de private sector en het sterker maken van de productieve sector in ons land. Als wij allen onze schouders aan het werk zetten om dit plan te laten slagen, zal het zeker slagen. En zullen wij allen de zoete vruchten ervan proeven. Omdat onze nageslacht, onze kinderen en kindskinderen ons erkentelijk zullen zijn dat ze een welvarende Suriname zullen overnemen, welke bestand is tegen economische crisis die van buiten op ons afkomen. De vergadering is rond 1 uur in de middag aangevangen en rond 6 uur vandaag naar vrijdag 24 juni 2016. Tijdens de voortzetting van de vergadering over het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 op vrijdag 24 juni 2016 hebben de leden buiten de commissie Patricia Etnel, Cleon González Schaden de Ponte, Mahinder Kumar Yogi, Raymond Sapoen, Dinota Forsweg, Giuliano Snip, Jitendra Kalu, Hans Sanjon, Diana Pocky en Sylvana Afonso onder andere vragen gesteld met betrekking tot de prijzen voor kookgas, huishuursubsidie, verhoging ouderbijdrage, de inkomstenverhogende maatregelen, de agrarische sector en gezondheidszorg. De bespreking van het Stabilisatie- en Herstelplan 2016-2018 is op maandag 27 juni 2016 voortgezet. Tot zover het journaal van de Nationale Assemblée. Voor een samenvatting en het volledig verslag van deze vergadering kunt u terecht op onze website op www.dna.sr via onze YouTube-link. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.